als ik aan kunst en cultuur denk, dan denk ik eigenlijk wat er nu achter mij gebeurt. Dat kinderen, zo jong als ze zijn, in aanraking komen met het genieten van kunst, het maken van kunst, het maken van muziek, het kijken naar muziek, ermee opgegroeid worden, weten dat de wereld meer is dan alleen maar rekenen of taallijstjes en kinderen breed opvoeden. Er is niks mooiers dan muziek maken, muziek luisteren, schilderen, dansen, naast al het andere wat dan moet. En heeft u zelf in uw jeugd ook dat soort dingen geleerd? Ja, gelukkig wel. Mijn ouders die namen we ook altijd mee. Niet in overmate dat je op een gegeven moment dacht van moet ik nou alweer. Maar ze, op een of andere manier triggerden ze me om iets leuk te vinden. En dat begon met een gewoon openluchtmuseum of met Duro Dam. Dat maakt niet uit wat je op dat moment als kind ontzettend leuk vindt om te gaan genieten en te gaan kijken. Dat krijg je mee. Maar ik heb zelf ook bijna 18 jaar van de klas gestaan. En dan merk je dat kinderen heel veel zin hebben om iets met muziek te doen, met kleien te doen, met schilderen te doen. En vooral als ze weten dat, het maakt niet uit, het wordt gewaardeerd. Ja, dat is geweldig. En als je dan docenten voor de klas hebt staan die wat met muziek hebben, die het kunnen. Ik ben daarom ook erg persoonlijk voor muziek, door echte muziekdocenten voor de klas. Ja, daar genieten kinderen. Neem ze dan ook mee. Er is zoveel moois te zien in de wereld en dat moet iedereen zien. En heeft dat uw blik op de samenleving ook veranderd? Het heeft dus een heel belangrijk onderdeel van. Ik bedoel, er is veel meer wat jouw blik verruimt. Maar eigenlijk is die vraag om die reden al zo verschrikkelijk goed. Laten we nou eens zorgen dat wij al onze kinderen breder voeden dan alleen maar cognitieve vaardigheden. Ik bedoel, rekenen, dat is allemaal heel belangrijk, maar een mens is meer dan alleen maar cognitieve vakken. Begeleid kinderen in expressieve vakken, begeleid kinderen in hoe de wereld in elkaar zit. Faalangst bestrijden. Ik heb op school gestaan waar we weeksluitingen deden. Wij leerden de kinderen, de grootste kinderen al, om waardering te hebben als de allerkleinste een dansje deden. En niet te lachen als het niet helemaal ging. Dat die kinderen een week daarna nog een keer een dansje durven te doen. En misschien staan die kinderen nu al bij het Scapino Ballet. Dankzij de waardering van oudere kinderen. Ik bedoel, dat is een kwestie van opvoeden met elkaar. En iedereen de ruimte geven om te genieten van zoveel moois dat we allemaal hebben. En dat begint met echt met kleins af aan. Heeft u nu in uw drukke leven nog wel eens tijd voor een boek, een film ja. Misschien? Ja. Een recent voorbeeld? Nou, we zijn heel recent naar I, Daniel Blake gegaan in Nijmegen. In de bioscoop. Ik kreeg al de tip van dat is een film die je moet zien. Mijn vrouw zit me nu alweer te pushen dat we ook naar Lion willen gaan. Dat is ook een hele mooie film. Maar we proberen dat in de momenten dat we even wat rust hebben, proberen we dat te doen. Ook laatst zijn we met z'n tweeën naar het Scapino Ballet geweest in Rotterdam. Die samen een fantastisch optreden hadden met de Nits. Ja, dat was zo ontzettend goed. Daar heb ik zo van genoten. En dan denk ik van waarom zien we dit niet veel vaker en waarom zorgen nu veel meer mensen het allemaal zien? Er is zoveel moois dat we niet weten. Zeg, we staan nu in het Mauritshuis. Heeft u wat met erfgoed, met musea, zeg maar? Het zou heel erg zijn als ik nee zou zeggen. Ik bedoel, dit is een van de trots van Nederland. Dit soort musea vind ik ook dat die minimaal één dag gratis en voor niks open moeten zijn voor iedereen. Die het niet zo in de portemonnee hebben om naar musea te gaan. Iedereen moet hiervan kunnen genieten. Dit is van ons allemaal. Daarom vond ik het nou ook zo leuk dat die klas die hierin staat. Dat moet permanent zijn. Neem kinderen mee en die kinderen nemen hun ouders mee. Van, goh, ik heb nou toch eens gezien, de papa en man gaan jullie een keer mee, laat ik het jullie ook een keer zien. Zo deed ik dat vroeger ook. Nee, het mooie van kunst is vooral als je het klein, dicht bij huis, toegankelijk voor iedereen kunt maken. Ik woon zelf in een dorp, Sandbeek, 1700 mensen. We hebben een harmonie in Sandbeek die het allerhoogste amateurniveau van Nederland speelt, al jarenlang. Iedereen in het dorp heeft wel iemand in de familie of is zelf lid geweest van de harmonie. Eerste keer zorgen ze voor een stamvolle sporthal om een kerstconcert te geven waar het grote harmonie er zit, maar ook het opleidingsorkest, de samenspelgroepen vanaf 5 jaar, de slagwerkgroepen. Ze genieten allemaal van het maken en van muziek en het luisteren naar muziek. Als ze een music sensation één keer in een paar jaar organiseren in het buurdorp Boxmeer, waar de sporthal met 3 keer 1000 man stamvol is uitverkocht. Waar balletgroepen meedoen, toneelgroepen meedoen.
dan denk ik van ja, dit is kunst en cultuur en dit is genieten. Je speelt mee, je maakt muziek, je danst mee. De zaal is stijf uitverkocht, 3 keer toe. Dat is kunst en cultuur. Dat is waar mensen hun ontspanning zoeken, meedoen, gerespecteerd worden, hun applaus krijgen, genieten, samen zijn. Hoe mooi kun je een samenleving maken als kunst en cultuur je verbindt.